Ja, je bent er 25 jaar geleden ook mee begonnen. Hoe was dat toen? Ik moet zeggen, wij waren niet echt pioniers. Er was al een vrij sterk netwerk in Vlaanderen, vooral in de grote steden. Maar er waren wel nog enkele blinde vlekken, vooral in de landelijke gebieden. Wat waren toen de uitdagingen vooral? Dat is een beetje om de vooroordelen weg te werken rond tweedehands. Dat is nu totaal geëvolueerd natuurlijk. Tweedehands is zelfs heel hip en populair. Maar toen was er toch wel schroom bij de bevolking om, ja, mag ik hier wel binnenstappen? Ik kom niet voor mezelf, ik kom voor iemand anders.